De laatste jaren is er veel te doen rond isolatie bij nieuwbouw en renovatie. In dat laatste geval is opbouwisolatie een mogelijke optie. Daarbij wordt de isolatie tegen de gevel geplaatst, waardoor die ook nog eens een nieuwe, frisse uitstraling krijgt. Maar er zijn heel wat systemen op de markt. En dus schakelden we architect Sam van Welden in om klaarheid te scheppen. Hoewel er tussen de systemen hier en daar verschillen bestaan, blijft het basisprincipe telkens min of meer hetzelfde. Ieder gevelisolatiesysteem is opgebouwd uit lagen. Eerst wordt een isolatielaag op de ondergrond gekleefd. Daarna komt er een laag met een wapeningsweefsel, dat dan over het algemeen afgewerkt wordt met sierpleister. Er zijn verschillende types van isolatie, maar welke isolatie moeten we nu gebruiken bij welk systeem? Nu, afhankelijk van de situatie waar je in zit of van de ondergrond, kun je een bepaald type van isolatie kiezen. En bijvoorbeeld heel klassiek, dat is eigenlijk de standaard EPS-isolatie dat je hier ziet bijvoorbeeld. Ja. Die isoleert heel goed, is heel gemakkelijk te bewerken en dat komt in de meeste gevallen voor. Worden er echter specifiek eisen gesteld naar bijvoorbeeld brandveiligheid, dan gaan we een minerale wolplaat gebruiken als isolatie. Dus het principe blijft hetzelfde. We kleven de isolatie, in dit geval minerale wol, tegen de muur, de wapeningslaag eroverheen en we werken af. We hebben ook een ecologische isolatieplaat, de houtvezel-isolatieplaat. Ja. Die wordt doorgaans gebruikt bij houtskeletbouwen. Dat zijn mensen die zeggen van, we zijn met hout begonnen, we werken erin voort en we willen graag ecologisch verder werken. En als je dan echt een heel performante isolatieplaat wilt hebben, dan kun je bijvoorbeeld overgaan naar een resolschuimplaat of fenoolharsplaat. Dat is een isolatieplaat met een hele lage landenwaarde of een heel hoge isolatiewaarde. En het voordeel daarvan is dat je in principe plaats begint te besparen. Dus als je prijskwaliteit eigenlijk iets zoekt, is dit momenteel de beste oplossing? Ja. Tenzij je gaat renoveren en je wil je dakkanten minder dik houden, dan moeten we kiezen voor zo'n resolschuimplaat. Inderdaad. Bovenop de isolatieplaat komt nog een wapeningslaag. Die kan mineraal of organisch zijn. In een minerale mortel zit er cement, in een organische ontbreekt het cement. En dat heeft positieve gevolgen voor de stevigheid. Een organische mortel is heel elastisch en is dus ook veel slagbestendiger, zoals een hamertest ook uitwijst. Voilà, dat was het minerale systeem. Ja. En nu mocht je op het organische systeem ook proberen om dat te krijgen. Ja, dat kan wel tegen een stootje. Inderdaad. Dus ja, daarmee is bewezen wat het voordeel is van een organisch gebonden wapeningslaag eigenlijk. Om het heel simplistisch uit te leggen, een woning inpakken met isolatie en crepie is eigenlijk heel de buitengevel mee inpakken, zodat er geen enkel koude bruggen zijn. Inderdaad. Nu, we maken niet altijd vierkantige blokjes. Er komen ook overkragingen, raamaansluitingen. Daar komen veel details bij te kijken. Ja. Wij gaan het warm water ook niet uitvinden. Zijn er standaard details die jullie ons kunnen aanbieden? Wel, het is eigenlijk zo, alles begint met een goede voorbereiding. En om daar een beetje tegemoet te komen aan architecten, ontwerpers, maar ook de bouwheer en zelfs de uitvoerende partij, hebben wij een soort standaard detailcatalogus ontwikkeld. Met bijna 100 details in, die we in de meeste gevallen eigenlijk een correcte aansluiting tussen de gevelisolatie en bijvoorbeeld ramen, dakranden, etc. In beeld brengen. We hebben hier bijvoorbeeld een mooie tekening van een aansluiting van een raamdorpel. Ja. En wat zien we erop? We zien eigenlijk het gevelisolatiesysteem, dat is de isolatie. We zien de aluminium raamdorpel. En we zien eigenlijk ook de aansluiting tussen de isolatie en de aluminium raamdorpel die gemaakt wordt door een zwelband bijvoorbeeld. Maar stel dat ik een aansluiting heb van crepie op een ander materiaal, bijvoorbeeld hout. Kunnen we daar ook voor bij jullie terecht? Inderdaad, het is zo dat wij heel vaak geconfronteerd worden met heel individuele details, individuele projecten. En dan schakelen we onze technische dienst in om samen met een ontwerper en een architect een zo goed mogelijk technische oplossing vooruit te gaan schuiven. Zodat toch iedereen tevreden is over het esthetische uitzicht, maar dat we er technisch ook achter kunnen staan dat het systeem waterdicht blijft. Je kunt je de vraag stellen of kiezen voor donkere sierpleister wel een goed idee is. Zeker als je rekening houdt met eventuele verkleuring en thermische zetting onder invloed van de zon. Maar bij de nieuwere sierpleisters is dat geen probleem meer. Er bestaan nu soorten die pigment bevatten dat licht reflecteert. Zo wordt er minder warmte opgenomen en ontstaat er dus ook minder spanning in het oppervlak. Zwart kan natuurlijk interessant zijn omdat vuil dan minder snel zichtbaar wordt op je gevel. Maar verkies je een lichte sierpleister, dan bestaat daarvan ook een zelfreinigende variant, gebaseerd op het principe van een lotusblad dat waterafstotend werkt. Het vuil hecht zich niet aan de oppervlakte, maar wordt door middel van water meteen weggespoeld. Dat kun je duidelijk zien aan de hand van deze test.
Bij de zelfreinigende sierpleister nemen de waterdruppels het stof gewoon mee en is de gevel weer proper. Bij de standaard sierpleister blijft het daarentegen veel meer hangen. Zelfs bij onderdompeling in een modderbad blijft er op de zelfreinigende variant bijna niets hangen en de restanten kunnen gemakkelijk afgespoeld worden. Een ander punt om eventueel in het achterhoofd te houden is groen aanslag op de pleister, wat natuurlijk sneller voorkomt als er veel vocht aan de muren blijft hangen. Daarom werd er ook een gevelverf ontwikkeld die vocht op de gevel heel snel evacueert. Hoe sneller het water weg is, hoe minder kans je dan krijgt op groen aanslag. Ook hier valt het effect goed te zien door middel van een test. Links zie je een standaard sierpleister, rechts de sneldrogende variant. De natte plek aan de rechterkant dunt veel sneller uit. Natuurlijk hoef je het niet op een witte of zwarte sierpleister te houden. Je kunt je gevel naar eigen smaak bekleden, zowel wat kleur als wat vorm betreft. Nu, hetgeen mij ook opviel is, het is niet enkel crepi of sierpleister dat er tegenkomt, maar ik zie ook dat jullie steenstrips hebben. Ja, wel, ik vind het leuk dat je er zo op reageert, want je hebt je eigenlijk laten vangen. Okay. Dat zijn steenstrippen of steenstrips, maar dat is een volledig nieuw concept. Wij noemen het dan eco-shapes. Ja, het voelt wel aan als een echte steen, maar welk materiaal is het dan? Wel, de Stow EcoShapes zijn gemaakt eigenlijk uit een, om heel kort door de bocht te gaan, een variante op onze sierpleister die dan vormvast gemaakt werd. Het voordeel is dat je eigenlijk alle vormen, structuren, eigen fantasieën erin kunt verwerken van wat wil ik graag op de gevel hebben. Is het dan ook zo, naar die flexibiliteit toe, kunnen die dan ook geplooid worden? Wel, zoals ik al zei, het lijkt heel sterk op onze sierpleister. Dus het is in principe onze sierpleister maar in een vaste vorm dan. En zoals we dat straks gezien hebben, zit er ook geen cement in. Dus een bepaalde flexibiliteit hebben we daar zeker. Dus ik kan dat ook simuleren als dunbedmortel met een voeg? Inderdaad. Alle opties zijn daar mogelijk. België heeft nog altijd een baksteen in de maag. Zijn er ook systemen waar jullie ook een baksteen kunnen toepassen op het gevelsysteem? Inderdaad. Dus wat dat gezegd, mensen hebben heel graag een authentieke look aan hun gevel. En dat kun je inderdaad combineren met een optimaal isolatiesysteem. Ja. Dus de steenstrippen hier, die worden gezaagd uit effectief een baksteen. En die worden dan op de wapeningslaag aangebracht. Dus zo heb je eigenlijk je authentieke look behouden en een optimale isolatie erachter aangebracht. Voor het plaatsen van deze buitengevel-isolatiesystemen wordt aangeraden om beroep te doen op een ervaren vakman. Die kan, net als de architect trouwens, steeds bij Stow terecht voor producttechnische begeleiding en andere ondersteunende diensten. Particulieren zijn natuurlijk welkom in de showroom, waar uitgebreide info over de systemen en afwerkmogelijkheden te vinden is.